Vanuit de TEDx-studio in de Amsterdamse stad Schouwburg praat ik nu met professor Gerardus het Hooft. Professor, u was de eerste spreker. Daar wil ik het toch van u weten. Een serieuze wetenschapper als u. Wat moet u nou met science fiction? Nou, wie zegt dat ik een serieuze wetenschapper ben? Daar ga ik maar vanuit, hè? Ben ik ook wel eens op maandag, woensdag en vrijdagen. Maar tussendoor kan ik ook dromen over de toekomst en over wat wetenschap nou eigenlijk is. En met name ook hoe enorm het onze samenleving veranderd heeft. En daar fantaseer ik graag over. Je moet weten wat mijn motivatie is om wetenschapper te worden. Ik droomde als jongetje ook over ruimteschepen en het verkennen van het zonnestelsel. Maar ja, als je het zonnestelsel wilt verkennen, moet je ruimteschepen hebben. Als je een ruimteschip wil maken, moet je de natuurwetten kennen. Juist. Als je natuurwetten wilt kennen, moet je wiskunde kennen. Dus ik ging wiskunde erg leuk vinden. Ja, ik begrijp het. Vandaag is dinsdag, dus u mag dromen. Voordat ik verder met u praat, gaan we even kijken naar uw wapenfeiten. If we succeed in making intelligent computers, they'll be much more intelligent than we are. Professor Dr. Gerardus het Hooft. Als jonge wetenschapper ontving hij in 1999 de Nobelprijs. En sinds kort is er een planetoïde naar hem genoemd. Een internationale topper, de Johan Cruijff onder de natuurkundigen. As a theoretical physicist, I'm in a position to give better answers. Van jongs af aan heeft hij een passie voor de ruimte die hij deelt met goede vriend, ruimtevaarder Wubbo Ockels. Hij schreef er een boek over. Zwarte gaten, beam me up, Scotty, supergeleiding, het blijft fictie. Maar avatars die de maan bevolken en reusachtige drijvende steden, het kan onze toekomst zijn. Science fiction op wetenschappelijk niveau. Take over the world essentially. I've studied black holes in all sorts of ways and found that they are extremely dangerous objects. You want to stay away from them. If you ever would come close, you'll be torn to pieces long before you can enter into one. And if you could enter into one, you would certainly not re-emerge out of another black hole. You'll be lost forever. The robots will build a place where humans can live, and then the humans will come, not the other way around. I claim that the information era, which came after the industrial era, has only just begun. You ain't seen nothing yet. Ja, professor, waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat wetenschappers hun nieuwsgierigheid volgen en proberen om het alles te begrijpen? Ja, de natuurwetten zitten zo in elkaar dat alles met alles wisselwerking heeft. Dus de atomen die reageren met elkaar, maar reageren ook met de zwaartekracht. En het vormt eigenlijk, de hele natuur vormt één geheel. Uiteindelijk wil je het allemaal samenbrengen in één overkoepelende beschrijving. Dat hoeft geen fundamentele unificatie te zijn, maar het moet wel een beschrijving zijn die overal werkt. En je kunt er dan haast niet omheen dat je dan ook alles bijeen moet nemen. En het beste in de praktijk werkt dan om zoveel mogelijk te proberen een unificerende beschrijving te krijgen. Ja, en is dat nou gericht op toekomstbeeld of wat is precies het doel? Het doel is dat we willen begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. En dat is een menselijke eigenschap die ons gemaakt heeft tot wat we zijn. Als we die nieuwsgierigheid niet hadden, dan zouden we nou nog in grotten onder de grond wonen of zo. Ja. Dan zouden we niet de beschaving hebben die we nu hebben. Dus nieuwsgierigheid is altijd een grote drijfveer geweest voor wat we doen. Hangt ook een prijskaartje aan vast, neem ik aan nieuwsgierigheid. Ja. Hè? Dat is toch een hoop geld. Wij zijn bereid dat te betalen. Ja? Wie betaalt dat eigenlijk? De samenleving in zijn geheel. Natuurlijk, ik leef van uiteindelijk toch belastinggeld dat we uitgeven aan het soort onderzoek wat ik doe. Maar iedereen is nieuwsgierig. Als je een tuin hebt en je stopt een zaadje in de grond, ben je ook nieuwsgierig wat eruit komt. Ja. Dus dat is niet alleen wetenschappers, dat is eigenlijk iedereen. Ja. Dus het zit ons in het bloed eigenlijk. Precies. Nou hebt u gepraat in uw TED-talk. Trouwens, eerst even vragen, hoe was het om als eerste te staan op het podium? Best wel moeilijk, want ik vergelijk het hele gebeuren een beetje met een Olympisch sportevenement. En daar is altijd zo dat de eerste spreker, dat is ook de zwakste deelnemer, die laat ze eerst gaan om de spanning erin te houden. Dus ik dacht, nou ja goed,
mijn praatje stelt niet zoveel voor, maar de volgende wordt het misschien beter. Nou, ik heb het juist helemaal anders geïnterpreteerd, dat u een van de belangrijke sprekers van de dag was. Zo, heb zo ik zou ik het ook graag interpreteren. En dat laat u dan soms verder wat nuchter. Ja, precies. Nou, hebt u het gehad over intelligente computers die de maan zullen gaan koloniseren en eigenlijk mens klaar zullen gaan maken. Ja. Dat is nogal wat technologie die, daarvoor, die daarbij komt kijken. Zeker. Is dat iets wat we bijvoorbeeld ook nu op aarde zouden kunnen inzetten, dat soort technologie, zodat we er nu wat aan hebben? Natuurlijk, dat doen we eigenlijk al. We hebben al bijvoorbeeld een nederzetting op de Zuidpool. De Zuidpool is ook een heel vijandige omgeving. Eigenlijk nog vijandiger dan de maan, want je hebt daar sneeuwstormen en je moet alles wat je hebt moet je bouwen op ijs. Dat zakt dan na verloop van tijd in, sneeuwt onder. Je hebt stormen waar je tegen wapenen moet enzovoorts. Dat heb je op de maan allemaal niet. Dus de maan is wat dat betreft veel rustiger en voorspelbaarder dan de Zuidpool. Ja. En alleen hij is veel verder weg, dat is dan een probleem. Wat is het doel van naar de maan gaan voor u? Voor mij alleen maar weer die nieuwsgierigheid, weten hoe het is. En op de langere termijn, het idee van de mensheid moet niet op die aarde blijven. Die aarde is veel te klein. We willen naar buiten toe. Ja. En we kunnen wel zeggen, we sturen robots naar buiten. En dat gebeurt al lang. Maar uiteindelijk willen we zelf ook mee. Ja. Maar waarom die expansiedrift? Waarom kijken we niet hier op aarde hoe we het hier met z'n allen goed kunnen rooien? Expansiedrift heeft de mensheid ook altijd van het begin af aan gekend. Daarom zitten we nou over deze hele planeet heen verspreid, omdat we wilden expanderen. Ja. Daarom zijn de mensen naar Amerika gegaan. Ze konden niet meer uithouden in Europa, ze wilden weg. Maar daar ontstaan dus ook alle problemen op aarde door. Waarom gaan we dat nou exporteren naar de ruimte? Ja, nieuwe problemen, nieuwe uitdagingen. Nieuwe problemen, zegt u? En nieuwe uitdagingen om die problemen op te lossen. Ja. Al die kennis die wij, of die u en zeg maar uw vakbroeders en zusters stoppen in dat soort onderzoek. Waarom stoppen we dat niet in bijvoorbeeld onze gezondheid? Het gaat niet zo best met de aarde en de mensheid. Waarom zijn we zo druk met dingen die komen gaan in plaats van oplossen wat we nu hebben? Maar dat doen we ook. We onderzoeken ook gezondheidsproblemen, klimaatproblemen, hoe we ons milieu kunnen verbeteren enzovoort. Dat doen we ook, dat hoort er ook bij. Maar dit soort bredere vragen die ik graag erg interessant vind, dat hoort er gewoon ook bij. Dus je moet het een doen, het andere niet laten. Ja. Kan wat u doet ook zeg maar versterken, want ik ben nogal gericht op de gezondheid van de mensheid. Ja. De onderzoeken die u doet en de plannen die u hebt, zullen die in de toekomst ook zeg maar op onze gezondheid effect hebben? Nou en of. Ik denk dat inderdaad het onderzoek van de gezondheid eenzelfde vlucht zal nemen als de onderwerpen die ik nou noemde. Ik had maar 18 minuten. Ik moest maar een heel kleine greep maken uit wat er allemaal mogelijk is. Maar ik denk dat op het terrein van gezondheid, van milieu, van klimaat, al deze hele belangrijke onderwerpen waar we nu mee zitten, ook overbevolking en noem maar op, alle problemen die daarbij geassocieerd zijn. Het vinden van zuiver water, drinkwater, al dat soort problemen schreeuwen ook om een oplossing. En die horen er ook bij, die moeten ook onderzocht worden. En ik denk dat ook daarbij het hebben van betere informatietechnologieën zoals intelligente computers enorm behulpzaam zal kunnen zijn. Wat is de termijn die u ons geeft om het allemaal ietsje beter te maken? Dit is een continu proces, daar staat geen termijn voor. Ik denk dat er voortdurend mogelijkheden zullen voordoen om dingen te verbeteren. En daar is geen termijn voor. Ik denk niet dat we kunnen zeggen over 10 jaar is alles opgelost of over 100 jaar is alles opgelost. Dat geloof ik niet. Ik denk wel dat we voortdurend vooruitgang zullen maken. Ik ben heel erg optimistisch mensen dat betreft. Misschien geen nuchtere wetenschapper dan, maar optimistisch zo van problemen zijn er om opgelost te worden. Er zullen weer nieuwe problemen komen. Nou, die zijn er ook. Die zijn er ook weer opgelost. Ja. Tot slot, het gaat razendsnel. Naar wie of naar wat kijkt u vandaag uit hier bij TEDx? Nou, ik heb een heleboel interessante titels voorbij zien komen. En toevallig sprak ik gisteren even met een van de sprekers of spreeksters, Anita Goel. En die had het over nanotechnologie. En met name hoe je dat zou kunnen gebruiken voor het lezen van DNA-moleculen. Ja. En tevoren kun je ze dan ook schrijven. Nou, dat lijkt me zo interessant. Dan kun je gewoon proefjes doen met de raarste DNA-moleculen die je maar kunt bedenken. En toen zei ze, ja, dat ligt ook in het
in het plan, om dat plan te kunnen. Dat leek mij geweldig interessant. En ja, de titel die Peter Westerveld noemde over het weer groen maken van de woestijnen, dat spreekt me ook heel erg aan. Dat is ook een van die problemen waarvan ik vind dat schreeuwt om een oplossing. Mooi. Dank u wel. Anita Gewal, die spreekt ongeveer rond 10 voor 12. Dat is voor de mensen thuis. Ontzettend bedankt voor uw TED-talk en voor dit gesprek. Graag gedaan. Professor Gerardus, het hoofd.